2020 was een vreemd jaar onder invloed van corona. Met niet afgemaakte competities en voetbal in lege stadions. Het komende uur blikken we vooruit op 2021 en bespreken we belangrijke zaken van PSV. Met onder andere Roger Smit, Denzel Dumfries, Toon Gerbrands en Joelle Smits. En er is nieuws. Ik denk gewoon dat het gewoon echt loeie spannend gaat worden. Ja. Met vier ploegen die dus eigenlijk alle vier kampioen kunnen worden. Zij hebben een nieuwe trainer, een hele nieuwe staf. Dat heeft tijd nodig. Maar de doelen zijn onverminderd kampioen worden en over in Europa. En dat hoort ook bij PSV. Blessure bij PSV. Maxi Romero grijpt naar de linkerknie. Zoeken naar de balans tussen maatregelen nemen die nodig zijn en het gewone leven zoveel mogelijk door laten gaan. Op naar een sportief en gelukkig, gezond 2021. We zien elkaar snel, dat weet ik zeker. Hele goede avond en welkom bij de nieuwjaarsshow van PSV. Het komende uur schuiven Roger Smit, Toon Gerbrands, John de Jong, Denzel Dumfries en Frans Jansen bij me aan. Over de stand van zaken gaan we het hebben en we proosten uiteraard over het nieuwe jaar. En we zijn nog meer gasten. Lennart. Yes, dat klopt. Jazeker. Ik ga vandaag praten met onder andere Ernest Faber. Hoofdopleidingen was natuurlijk in 2020 even interim hoofdcoach, maar inmiddels al geruime tijd terug op de Academy. Daarnaast gaan we praten met Joelle Smits. Heeft natuurlijk een schitterend Champions League avontuur gehad. En daarnaast hebben we nog een gast, een clubicoon, een echte legende. En wie dat is, dat hou ik nog even geheim. Meri, terug naar jou. Belooft een goede en spannende avond te worden, zeker. Onze eerste gast van vandaag is niemand minder dan hoofdtrainer Roger Smit. Roger, welkom. Thank you. Nice to have you here. Yes, thank you. Well, you still appear as calm as you were at the beginning at PSV. Like untouchable maybe, like the Buddha of PSV. Is no, that how no, you no. feel as well? No. I'm a little bit calmer maybe because now I know I'm in a very good club. I feel very good in this club and from the beginning very welcome. And now we played a few matches and I know also I have a good team. Also in difficult times we were able to work for our goals and we're in a good situation, so I'm very happy at the moment in these difficult times and so I'm a little bit calmer than before. Yeah. Is that a good title, the Buddha of PSV? No. No? Okay. Well, you are someone who embraces what is coming your way and not to catch like too much in life. Has that attitude helped you? Maybe during the corona outbreak as well at PSV? Yeah, it helps me. So I always try to look forward, not too much in the past, not too far in the future. And I think especially in the football, you always have to be focused on your task and on the next match, because every match can change everything. So that's our destiny in football, and so I think it makes sense to work for the next match. And I think, and what happened also sometimes when you lose games or in difficult times, also it makes no sense to think too much about it. Of course, you have to analyze it, but then you have to start looking forward again. And so that's a little bit my attitude in total, not only football, also in normal life. Yeah, we live in difficult times. That's
Then I think maybe the focus get a little bit low. Europa League, of course, for us against to play against other big teams in Europe is also very very nice competition. Yeah, very difficult, of course. And yeah, the daily business for us is of course to play in the Eredivisie, and is also a very tough competition. At the end, maybe that's the title with the yeah the toughest title, because you have to play 34 matches and you have to be after 34 matches the best team in the league. So that's very difficult. That's how a coach speaks. Thank you so much. Thank you. Welcome. Wij gaan zo meteen door naar drie gasten hier aan tafel. Toon Gerbrands, John de Jong en Denzel Dumfries. Maar eerst gaan we naar de hoogtepunten kijken van de eerste seizoenshelft van PSV. Ja, wat een heerlijke hoogtepunten zijn dat nu al een eerste seizoenshelft. Ik heb hier drie gasten. Dankjewel dat jullie hier zijn gekomen. Het was een moeilijk jaar, maar juist ook een heel erg mooi jaar. Met hoogtepunten, maar ook met persoonlijke hoogtepunten. Dan ga ik meteen even naar jou, Toon. Jij bent opa geworden. Ja, dat klopt. Ja, dus, we hebben een foto. Kijk eens even. Net echt, toch? Ja, dat was Lion King, mooi. Ja, dat klopt. Die staat op mijn kamer. Oké, top. Hoe is het daarmee? Heeft dat invloed op je agenda? Nou, PSV leidt er niet onder. Okay. Laat ik daarmee beginnen, anders krijgen we daar al social media weer op mijn dak. Het is zo dat het is gewoon leuk om opa te zijn. Het is mijn dochter die woont in Vianen. Dus dat betekent inderdaad dat je halverwege het land vaak langs rijdt. Ja. Maar ik ben denk wel, als ik eerlijk ben, een opa die... als je straks gaat lopen en gaat praten, dan word ik een leuke opa, denk ik. Dan mogen ze naar jou komen. Dan gaan we een aantal dingen toe. Dan gaan we naar pretparken toe. Dan kan ik hem een beetje opnaaien om niet te veel naar zijn ouders te luisteren. En dat soort dingen. Dat lijkt me echt heel leuk. Ja, dus, en dan vervolgens moet hij weer terug naar zijn ouders. Ja, de lui is niks voor jou. Voor jou, Denzel, want je bent vader geworden. Ja, klopt. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Vind jij die luiers? We moeten het even over hebben. Ja, moet even. Ja. Nee, ik vind ze natuurlijk niet fantastisch, maar nee, het is wel echt genieten om vader te zijn. Het is wel echt het mooiste wat me is overkomen. Ja, nou top. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, dan gaan we het natuurlijk over de echte zaken hebben. Van misschien vertrekken tot nog steeds meedingen op drie fronten. Er is een hoop gebeurd. Hoe is dat allemaal gegroeid in dat jaar? Ja, wat je zegt, natuurlijk was het natuurlijk in het begin best lastig, hè, met corona. We hebben vorig seizoen niet afgesloten met wedstrijden. Mm. Vervolgens mochten we weer spelen. Zijn we gegroeid als team, zijn we geplaatst voor de Europa League, wat onze eerste doelstelling was. En vervolgens ging het balletje rollen en zijn we nog actief op drie fronten. En dat, is denk ik wel een goede prestatie als je kijkt naar de omstandigheden van het afgelopen half seizoen. Ja, geweldig, zeker. Dan ga ik meteen naar een kijkersvraag voor jou, Denzel. Je kunt daar meekijken. Hoe is het om aanvoerder te zijn van zo'n mooie selectie met bijzondere namen en kwaliteiten? Ja, het is natuurlijk sowieso altijd wel fantastisch om aanvoerder te zijn. Maar zeker van deze selectie, waarin je ook veel jonge jongens hebt met veel kwaliteit. En ook wat je zegt met mooie namen. Met een paar ervaren spelers die erbij zijn gekomen. Is het gewoon mooi om aanvoerder te zijn. En de jongens te helpen waar ik kan. En dat vervult me wel met trots. Ja, ja, snap ik. Toon, nu veel positiviteit. Maar we zouden bijna vergeten, ook door corona, dat precies een jaar geleden dat de club een soort van in de fik stond. Ja. En we zijn allemaal heel kalm gebleven daaronder. Hoe was dat?
Nou, er gebeurt een hoop, kan ik je vertellen. Het is, ja, kijk, als je me lang genoeg meeloopt, ik zit nu voor het 19 jaar in betaald voetbal en 7 seizoen bij PSV. Mm. En ja, dan maak je een hoop dingen mee. Als je me lang genoeg blijft zitten, dan maak je de fantastische dingen mee. Titels, onverwachte overwinningen, onverwachte nederlagen en ook een periode. Ja, dat alles zich een keer met spandoek en met spreekkoor tegen mij, tegen John en ons een keer ging keren. Een groot contrast. Ja, dat is zeker een groot contrast. Maar ja, je betaalt elke baan waar zit wel een prijs. En hier werd een hoge prijs betaald. Maar goed, het is zo, we hebben altijd elkaar nog. Dus dat steunt elkaar, dat doet. En wij waren al heel snel bezig met nieuw perspectief. Ik bedoel, het is altijd vervelend als er dingen gebeuren. Maar dan ga je aan de slag en dan ga je op zoek naar een nieuwe coach. Je gaat de selectie ga je bekijken. En dan moeten ook wat dingen goed vallen. En ja, je kan nu wel constateren dat waar we nu staan, dat het in ieder geval dat op zich goed geslaagd is. Daar ben ik blij om. John, hoe heb jij dat ervaren? Nou ja, ik blijf ook niet altijd kalm. De emoties lopen af en toe hoog op, ook bij mij. Alleen, ik denk dat het belangrijk is dat je je eigen pad bewandelt. En misschien is het meest belangrijke nog wel dat je jezelf blijft. Ja, dat is een hele belangrijke. Ja. Ja. Nou goed, deze zomer is er natuurlijk gesproken over prijzen pakken. En ik denk dat we een bevestiging hebben gehad in de eerste seizoenshelft. Hoe zie jij dat? Nou ja, de selectie is inderdaad wel goed versterkt, denk ik. We zijn op de goede weg. We moeten er denk ik ook wel goed bij zeggen, of echt bij zeggen, dat we halverwege zijn. Ja. Nog niet eens halverwege in de competitie, maar we zitten wel in 3 competities waar we nog in meedoen. En dat is goed. We zijn op de goede weg, maar er is ook nog een lange weg te gaan. Ja, een hele lange weg. Hopelijk ook een keer met volle stadions. Ik ga meteen even naar een moment terug waarbij er geen supporters in het stadion mochten zitten. Dan ga ik naar een VVV-wedstrijd toe. Waar een hele hoop fakkels door de supporters voor Harry van Rij waren. Warm zijn we dan hè, als club. Iedereen komt bij elkaar. Ja. Waarom zijn die momenten zo belangrijk? Ja, omdat dat helemaal in de genen van de club als PSV past. Ik typeer altijd PSV als een club met hart met een T en hart met een D. Hart met een D is gewoon de spijkerharde wetten van de topsport. Winst, verlies, goed, slecht en alles wat je kan bedenken. Maar hart met een T betekent ook dat je dus bij de menselijke factor hoog hebben zitten. En ja, goed, Harry van Rij, hij kwam een paar keer per jaar bij mij langs. Een hele ervaren man, met echte visie. Ja. En daar hebben we van geleerd. En die man die was altijd bezig met wat groter te denken en zette mij af en toe op scherp. Had ik wel eens kritiek op de manier van spelen en de wissels. Nou, op de derde verdieping liep ik dan en dan hoopte hij dat ik met de trainer ging bespreken met de spelers. Nou, dat deed ik niet altijd, moet ik eerlijk vertellen. Maar hij was zo betrokken en op een gegeven moment kwam hij niet meer. Toen had ik door, het wordt wat minder. En toen heb ik ook contact met zijn familie gehad. Ja, en als je dan ziet uiteindelijk, hij verdient natuurlijk een vol stadion om afscheid te nemen. En dat is het enige wat heel veel is in deze periode, vind ik zelf. Ja. En hebben supporters ontzettend mooi opgelost op deze manier. Maar ja, die lege stadions, Denzel, dat is voor jou natuurlijk het meest voelbaar. Wendt dat? Nee, dat wendt geen moment. Het is wel echt heel anders zonder publiek. Het is gewoon, er is geen sfeer in het stadion. De emoties zijn gewoon minder. Je hoort elkaar, wat normaal bijna niet kan, soms niet. En dat is gewoon verschrikkelijk voor ons en voor de mensen die natuurlijk niet mogen komen in het stadion. Ja. En ik hoop dat het zo snel mogelijk weer kan en dat gun ik iedereen. Ja. Hoe motiveer je jezelf? Want ik heb wedstrijden gezien dat ik hier het kantoortje zeg maar, uitging met mijn hoofd en dat ik het hoorde. En dat je hoort gewoon niks. Wat gefluit van jullie, wat groep van jullie. Hoe motiveer je elkaar dan? Ja, ik denk dat je het sowieso, het begint altijd gewoon bij jezelf. De motivatie moet je altijd uit jezelf halen. We zijn bevoorrecht dat we profvoetballer mogen zijn en dat we voor PSV mogen spelen. Dus ik vind dat de motivatie komt altijd uit jezelf. Zodra je het shirt aan hebt, moet je gewoon er 100% voor staan. En dat merk ik gewoon, dat is bij iedereen altijd wel zo. Alleen het is wel natuurlijk in bepaalde momenten in de wedstrijd dat je wel voelt van jammer dat er nu geen publiek is. Weet je, als iemand een mooie goal maakt of iets, dan voel je gewoon dat het minder is. En dat is wel jammer. Maar de motivatie, dat komt altijd wel uit jezelf. Gewoon. Ja. Het is ook voelbaar en hoorbaar als je hier in het stadion loopt. De kantoren zijn leeg, er wordt thuis gewerkt. Wat doet dat met de PSV-familieband? Hoe haal je die nog aan?
Nou, dat is complex. Want ik hield wel van de kantine tussen de middag. Maar, en vanwege het eten en vanwege het feit dat ik aan de tafel zat en een beetje liep te stoken links en rechts. Maar daar sprak een beetje het uitdagen en de challenge. Dat hoort ook een beetje bij mij. Ja, precies. Maar ja, dan kwam je iedereen tegen, alle afdelingen. En afhankelijk van de tijd waar je er zat. En dan kon je gewoon eens wat dingen bespreken en een beetje wat dingen horen. En je zag dat mensen zwanger waren en dat soort zaken. Ja. Dan zijn er ook mensen bij, die zijn bij PSV begonnen, die heb ik nog nooit gezien. Dus die hebben wel een contract getekend en die zijn begonnen. En die mochten van dat moment alleen maar thuis werken. Ja. Dus dat is heel complex. En dat zijn trouwens alle grote bedrijven die daarmee worstelen. En ja, het is gewoon contact zoeken. Dus wij zoeken contact met hele grote sponsoren. Gewoon eens af en toe te bellen en ze even de vraag stellen hoe gaat het. Dus dat is allemaal niet zakelijk en niet qua sponsors. En dat geldt hier ook voor. Dus we hebben afgelopen keer voor de eerste keer zo'n, digitale lunch gehad. Dat we inderdaad met 5 mensen willekeurig eventjes gingen praten over hoe het met iedereen ging. Dingen moet je dan maar bedenken met elkaar om toch een beetje in stand te houden. Maar bij wedstrijden zie je niemand. En bij overleggen zie je niemand. Dus daar moet je alle zeilen voorbij zetten. En het enige voordeel dat we weinig hebben zijn de wedstrijden, de hertgang en de PSV Academie. Ja. Dus dat maakt het al een beetje leuk. Ja. Nou, iedereen zit hier natuurlijk in. Goed, Roger Smit werd in maart al vastgelegd. En daarna beleefde John de Jong een ontzettend drukke transferzomer. Er werden nieuwe aanwinsten gehaald. Maar wie waren ook weer die nieuwelingen? I'm glad to be here and I'm glad to be a busy player. So I think also it's important for me to score goals, but it's important also to bring my quality inside the pitch and to help the team. Dans le choix sportif, et j'ai vu que c'est un club qui allait beaucoup m'amener à progresser. Het is de vierde keer. Ja. Fans, the club, the ambition, and I think the complete package is very decisive. John, hoe kijk je hier naar? Trots? Ik kijk ernaar dat ik denk dat we tevreden mogen zijn over de zomertransferwindow. Ja. En het is fijn om te zien, we hebben natuurlijk veel veranderingen gehad. Zeker ook in de staf, maar ook in de spelersgroep. En ik ben blij dat het team zich zo ontwikkelt in de eerste fase van de competitie. Ja, tevreden over hoe de ontwikkeling gaat. Onder beleid van Smit, wat dan in die zin ook weer aan jou te danken is. Mm-hmm. Ja, ik ben zeker tevreden over de ontwikkeling van de groep. Wat ik net al aangaf, we zijn nog maar halverwege. Maar je ziet verbetering, je ziet dat ze naar elkaar toe groeien. Dat is denk ik belangrijk, de sfeer wordt beter. Iedereen gaat aan elkaar wennen. Individueel zie je jongens steeds beter ontwikkelen. Dus dat is goed om te zien. Ik heb een kijkersvraag van Daan van der Licht voor jou. Gaan er nog spelers vertrekken nu we zo'n grote selectie hebben met fitte spelers? Die mogelijkheid is aanwezig. Ik kan natuurlijk niet met zekerheid zeggen, op dit moment speelt er niets. Maar de maand, 6 januari zijn we op dit moment. Ja. Dus we hebben nog heel de maand en daar kan veel in gebeuren. Dus ik sluit niet uit dat er nog spelers vertrekken. Gemeen, hè? Altijd die vraag. Ja, ik kan er meestal alleen maar dezelfde antwoord op geven. Ja, om zo'n bandje afspelen. Ja. Goed, Denzel, even terugblikkend. De speelstijl was voor jou natuurlijk ook ontzettend nieuw. En jouw basis waar je staat, dat is een cruciale standplaats uiteraard. Hoe was het voor jou? Hoe is die verandering gegaan? Het is natuurlijk wel een verandering qua speelstijl. Ik denk, als ik persoonlijk over mij praat, dat het wel een speelstijl is die me wel ligt. De manier, de intensiteit die we in de wedstrijd leggen. Maar het was natuurlijk voor ieder wel aanpassen. Hoe de trainer dacht over het druk zetten. Het betrekken van de aanvallers ook in het druk zetten vooruit. Dat vroeg wel een andere mindset van ons als spelers. Omdat we dat niet gewend waren. We waren wat meer gewend om misschien wat meer in te zakken of wat compacter te spelen. En nu merk je wel dat je echt, als je het als team echt goed doet, dat het altijd wel werkt. En het was natuurlijk wel een proces om dat onder de knie te krijgen. Dat is niet altijd zo makkelijk geweest. Nee, zeker niet. Nee. Maar onder de knie krijgen, ik wil even naar een moment in Granada. De plaatsing en hoe jij daarbij stond of strompelde ook.
Kun je het nog herinneren? Ja, ik kan me zeker herinneren, ja. Veel over gesproken waarschijnlijk. Ja, wel veel over gesproken, ja. Nee, ja, ja. Het was, ik moest er helaas uit. Ja, botsing op mijn knie en ja, ik kon niet meer volledig rennen. En, ja, dan moet je niet door. En, maar daarna was het vreugdemoment zo groot dat ik wel meedeed in het feest. Ja. Alles op alles zetten om gewoon mee te feesten. Ja, zeker. Toon, ik heb voor jou een kijkersvraag. Kan PSV volgens u de Europa League winnen? Oeh, dit is een stilte, ja, Toon. Ja, daarom. Ik heb goed over nadenken. Ken ik niet van je. Nee, dat klopt. Nee, maar kijk, ik zit altijd met dit soort dingen weer te denken aan alle headlines. Dan roep ik, als ik ja roep, dan komt er weer een prachtig stuk. En als we dan de halve finale uitschakelen, dan heb ik geroepen van we konden de Europa League winnen. Ja. Ze hebben ooit een keer aan Louis van Gaal die vraag gesteld, kan ook nog een Nederlandse ploeg de Champions League winnen? En zei ja, dat zou een keer weer kunnen. En toen was Ajax op een gegeven moment in de situatie dat ze de halve finale zelfs hadden, bijna de finale. Ja. Dus er kan altijd in sport een moment komen dat alles goed valt, als alles goed zit, dat je dat een keer zou kunnen gaan winnen. Maar dan laat ik het zo zeggen, dat is niet de doelen die ik met de coach heb afgesproken. Niet? Nee. Dat was niet Europa, maar hij mag het wel. Maar het was niet de deal. Ja, spannend. We gaan het zien. We maken even een zijstap naar Jong PSV. Peter Uneke heeft helaas besloten om het einde van dit seizoen een einde te maken als trainer van Jong PSV natuurlijk. Maar wie wordt zijn opvolger? He was my coach for a year and a couple months. So yeah, I learned a lot from him for sure. Ja, hij weet wat de aanvallers doen, dus dat kan hij wel op ons overbrengen hoe wij verdedigers dan mee om moeten gaan. I watched a lot of his videos. Een groot doelpunt van Ruud van Nistelrooy. Ruud heeft mij gewoon vertrouwen gegeven en mij scherp, heel scherp gemaakt. Ruud van Nistelrooy! They're back in front! Ruud, dat is groot nieuws. Ja, ja, ik begrijp voor jullie dat ja, groot nieuws is. Dit is voor ons zeker ja. Groot nieuws. Ja. Kun je ons meenemen? Heb je lang getwijfeld bij deze keuze? Of hoe gaat dat in jouw hoofd? Hoe maak je uiteindelijk de beslissing om die stap te zetten? Nou, op het moment dat de vraag komt, dan weet je eigenlijk diep van binnen al van ja, wat je wil. En dat merkte ik bij mezelf ook. En dat eerste signaal is belangrijk. Dat je voelt van, nou ja, de mogelijkheid doet zich voor. En ik denk dat ik er klaar voor ben. En ik heb er zin in. En ik dat gevoel krijg ja. ik. En dan, Want, dan wat maak wil ik snel je? Een beslissing. Wat wil je? Want je zei net, ik stelde mezelf de vraag, wat wil ik? Wat wil je als trainer? Wat zijn je ambities? Nou ja, dus de vraag komt vanuit, voor mij nu, vanuit onder 18, derde seizoen. Nu, wat we nu draaien. Ja. Doet deze mogelijkheid zich voor? En dan ga je denken, wat wil ik? En dan is duidelijk van, nou ja, dat is voor mij een prachtige stap. Dat is wat ik meteen voelde ja. op dat moment. En heb je ook een stappenplan voor jezelf als trainer gemaakt? Van, ik ben nu hier begonnen bij de jeugd, ik ga nu door naar Jong. Ja. Ik sta straks op Old Trafford. Oh, nou ja, nee, ja, die stappen gaan zo wel heel makkelijk. dus als het zo zou werken, dan... nee, goed. Kijk, ik ben bij FC Den Bosch begonnen als speler. En ik ben nu bijna 8 jaar geleden gestopt met voetballen. Bij PSV 7 jaar geleden begonnen met cursussen, met stage lopen bij jeugdteams. Langzaamaan steeds gegroeid binnen de jeugdopleiding met de trainers en de mensen daar die waar ik heb mee mogen samenwerken. En inmiddels 3 jaar bijna op eigen benen als onder 18, onder 19 trainer. Nou ja, dan dat zijn eigenlijk de stappen die ik probeer te maken. En zolang ik het leuk vind, dan blijf ik die stappen maken. En dat is nu wel weer een mooie volgende stap. Ik ben er heel blij mee. Mooi. Hoe zou je jezelf omschrijven als trainer? Wat voor trainer ben jij? Nou ja, ik hou gewoon van spelers die alles doen en laten wat ze in zich hebben om succesvol te zijn. En dat doe ik zelf als trainer. Dat heb ik als speler ook altijd gedaan. Zo heb ik mijn weg gevonden. En ik werk gewoon samen met de staf om me heen die dat belangrijk vindt. En ik zelf voorop. En met energie, met passie, elke dag gewoon bezig om te verbeteren.
een bepaalde manier met elkaar omgaan en je gedragen hoort daar ook bij. Dat past ook bij PSV, maar dat vind ik zelf ook heel belangrijk en zeker in de omgeving hier. Dus ja, op het moment dat dat allemaal klopt en die attitude goed is, dan ga je het natuurlijk over voetbal hebben. Ja. En, maar goed, ja, jij zegt ja, alsof dat logisch is. Maar ik vind eerst moet iedereen gewoon aan die dingen voldoen. En dat is gewoon belangrijk. En daarna dan kan je heel veel bereiken met elkaar. Je had het net over dat je begon bij FC Den Bosch. Eigenlijk ga je nu zelf als trainer ook dat pad weer af. Zie je dat ook zo? En hoe is dat om straks weer terug te komen bij al die plekken waar jij zelf ook begonnen bent? Maar dat is natuurlijk wel mooi. Maar ik genoot ook al met onder 17 van PSV. Als je op zaterdag je wedstrijden speelt. Of met de onder 19, onder 18 als je die wedstrijden speelt. Want dan kom je op die jeugdcomplexen van teams waar je zelf ook hebt gespeeld. En straks in de eerste divisie. Dat is natuurlijk voor mij als prof ook begonnen. Dus dat is toch weer een beetje geschiedenis die zich herhaalt. Aan de andere kant is het gewoon een compleet andere wereld om als speler die dingen mee te maken en nu als trainer. Dus dat vind ik wel het mooie van het vak. Oké, okay. Als laatste, blijf je assistent bij Oranje? Ik ga het EK als assistent meemaken. Interlands in maart, daar wordt nog over gesproken, maar dat is aan beide kanten ook de intentie daar, om daar al een start te maken bij het team. En dan het EK natuurlijk. Dus dat wordt helaas door corona een jaar uitgesteld. Ja. Onder Ronald Koeman zou ik daar assistent zijn, maar dat is nu ook het geval onder Frank de Boer en Dwight Lodewegens. Dus dat is ook erg veel zin in. Oké, okay. Nou, ik dank je voor je komst. In ieder geval heel veel succes de komende periode. En Maddy, wij gaan terug naar jou. Ja, geweldig nieuws natuurlijk. Ruud van Nistelrooy als trainer bij Jong PSV. En alle credits naar jou, John de Jong. Je hebt het voor elkaar gekregen. Maar hoe is het tot stand gekomen? Nou, dat wil ik niet zeggen hoor. Alle credits naar mij. Maar gelukkig maakt Ruud al deel uit van onze club alweer enige jaren. Dus, in al die jaren doe je gesprekjes onderling over van alles en nog wat. En uiteindelijk peil ik wel eens van, hoe zie je je eigen toekomst? Hoe wil je jezelf verder ontwikkelen? En langzaam kreeg ik wel het gevoel dat hij zich verder wilde ontwikkelen als trainer. En ik denk dat dit nu een mooie stap is om toch in het betaalde voetbal als hoofdcoach van Jong PSV zijn volgende stap te zetten. En, Heb je het als moeilijk ervaren om hem binnen te krijgen? Nee, dat is denk ik een hele natuurlijke manier gegaan. En wat ik al zei, dat is in de loop van de jaren ook een beetje gegroeid. Okay. Ook bij Ruud, ook bij mij. En uiteindelijk ben ik blij dat hij het gaat doen. Ja. Ja, Toon, een fijne nieuwe trainer daarvoor. Past ontzettend uiteraard bij PSV. En dan wil ik het even hebben over Schmid. Want zijn transparante open houding, zijn warme houding, zijn dat ook kernwaarden van PSV? Ja, dat zijn zeker kernwaarden van PSV. Het is altijd wel zo dat, jij hebt mezelf aan tafel gehad net. Hij is altijd een ambassadeur als het gaat over richting de pers en mensen behandelen enzovoort. Maar hij is ook een winnaar. En kijk, Denzel die maakt natuurlijk elke dag mee. Er zit ook drive in. En er zit soms ook wel eens eventjes een soort ergernis in van nou moet het even iets beter of iets anders. En dat hoort ook bij die winnaar. En ik moet eerlijk zeggen, die kant van die jij het al benoemde, de kernwaarden, dat is fantastisch. Want hij behandelt iedereen op de goede manier. Maar ik denk Denzel ook wel dingen meegemaakt. Denk jongens, kom op, dit klopt niet helemaal, het moet anders. Dus dat hart met een T en hart met een D zit er allebei in. Ja, precies. Denk ik. Heren, ik wil in ieder geval jullie alvast bedanken. Blijf nog wel even, want we gaan straks proosten. Toon blijft nog even zitten. Maar we gaan nu terug naar Lennart. Yes. Ik zit hier aan tafel met Ernest Faber. Dankjewel. Fijn dat je weer, dat je weer terug bent aan tafel. Als we terugkijken op dat hele coronajaar, hè, is dan de Academy misschien wel degene geweest die het hardst getroffen is, omdat de talenten daar zich niet verder konden ontwikkelen? Nou, getroffen vind ik een zwaar woord. Het is vooral een leerzaam jaar geweest. We zijn natuurlijk allemaal een hele mooie vrijheid opgegroeid. En dat wordt een beetje natuurlijk van je afgenomen. Als ik zie hoe onze spelers ermee om zijn gegaan en de trainers daarin de begeleiding, dan is het een groot compliment. Heel snel aanpassen, heel snel omgaan met nieuwe omstandigheden. Een van onze kernwaarden, die aanpassing en flexibel zijn. Dan hebben ze het heel erg goed gedaan in de huidige tijd. Okay. Hey, wat doet dat voor jongens van 14, 15, dat zij op een gegeven moment niet meer kunnen voetballen? Nou ja, je bent allemaal in een
competitie. Heel de week heb je ingedeeld om in het weekend te mogen pieken. Nou, dat valt dan in één keer helemaal weg. Dus je mag eigenlijk niet meer doen wat je het liefste zou willen doen. Ja. Dus dat vraagt een hele andere manier van denken, een hele andere manier van leven. Een andere manier naar school gaan, een andere manier van gezinshuishouding. Maar ook gewoon andere regels op de hertgang. Het is super streng, het is super veilig. Hè? De gezondheid gaat voorop. Dus dat vergt heel veel van de mentale vaardigheden van iedereen op de academy. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe gaat dat met die mentale vaardigheden? Zijn jullie daar nu ook meer mee bezig dan voorheen? Het is vooral in eerste instantie in gesprek gaan. Ze hebben natuurlijk emoties, ze hebben bepaalde gedachtes. Trainers die continu met de spelers daarin mee bezig zijn. En vooral ook gewoon begeleiden ter plekke. Dus als je op de hertgang bent, dan de voorfunctie die wij hebben als begeleiders, ga je ze daarin mee laten volgen. Mooi. Ja, als we nu kijken naar de huidige selectie, zien we natuurlijk bijvoorbeeld een These of een Gakpo. Dat zijn, maakt dat jou ook extra trots als hoofdopleidingen? Jongens die vanuit de jeugd zijn doorgestroomd naar het eerst? Nou, sowieso, maar dat is ook de dankbare van mijn functie nu. Hè. Dus jongens die je kunt begeleiden, kunt klaarstomen, zodat ze de stap kunnen maken. Daar zien we hem. En voor ons is het erg belangrijk dat je ook dat soort voorbeelden hebt voor de jongens die nu in onze opleiding zitten. De jongens die hebben veel geïnvesteerd in hun eigen carrière, hebben hard getraind, hebben hun hele leven ingericht om uiteindelijk te presteren. En dat is dan ook nog het eerste halen en basisspeler worden. En dat maakt iedereen trots en is de dankbaarheid super groot. En dan, het houdt niet op, want ook Vertessen is nu bij de A-selectie toegevoegd. Je doet goede zaken. Wij zijn met z'n allen hard bezig om dat steeds meer te perfectioneren. Dus het is mooi dat je dat soort successen hebt, maar daar blijft niet bij. We willen natuurlijk de komende jaren daarin doorgroeien. Dit moet een goede start zijn om dit verder uit te bouwen. En dan heb je dit soort mooie en goede spelers nodig. Dat geeft weer energie, geeft weer nieuwe inspiratie voor onze andere talenten. En daarin zijn we continu mee bezig. Als laatste, 2021, het jaar dat we langzaamaan uit de coronacrisis kabbelen. Wat houdt het voor jou persoonlijk in jouw functie? Hoe zie jij het voor je? Wat zijn je doelen? Nou, het doel is om alles weer in de normale omstandigheden te laten functioneren. We zijn bezig met trainers beter te maken, met spelers beter te maken. Langzaam proberen we de regels weer te versoepelen als dat kan. Het zou mooi zijn als we straks weer allemaal in competitie kunnen zijn. Dat alle jongens weer kunnen uitkijken naar het weekend. Hè, dat de ouders weer terug kunnen komen op de hertgang. Die missen we heel erg. We zijn natuurlijk continu bezig met hun kinderen. En dan wil je vooral delen wat je aan het doen bent met elkaar. Ja. Nou, als we dat voor elkaar krijgen dit seizoen, dan mogen wij heel erg blij zijn. En dat is de meest en grootste doelstelling van dit moment. Lijkt me een hele mooie doelstelling. En dus ik dank je voor je tijd. En heel veel succes de komende periode. Medie, wij gaan terug naar jou. Yes. Even terug naar Roger Smit. Hij zat hier eerder in de uitzending bij mij aan tafel en nu lekker aan de bar. Hij kwam naar het stadion met een nieuw vervoersmiddel. Hi Frans. Hi Roger, Frans hier. We signed a new car partner deal today. So you can pick up the car and come to the New Year show. Okay, see you. Bye bye. Sehr gute Wahl, BMW. Herzlich willkommen bei PSV. Ja, welkom Frans Jansen. Jij betaalt de boetes, toch? Racemonster. Hij ging niet zo hard, toch? Nee, dat leek maar. Hey, gefeliciteerd. Dankjewel. Een nieuwe autopartner, BMW. Hoe is die deal tot stand gekomen? Nou, het is niet een helemaal nieuwe autopartner. We hebben al een aantal jaren een hele goede relatie met Driessen Autolease. En hoe komt die dan tot stand? Dan ga je natuurlijk eerst in gesprek met de firma Driessen. En daar zijn we enorm tevreden over en zij gelukkig ook over ons. Mm. Dus we waren eigenlijk vrij snel wel, wij willen samen door. Voor meerdere jaren nog. Dit seizoen is nog steeds Driessen samen met Alfa Romeo. En uiteindelijk kwam BMW ook in de picture. Samen met Vlaarhoven, BMW Vlaarhoven, ook een echt Eindhovens bedrijf. En toen hebben we eigenlijk gezegd, laten we nou eens kijken of we met z'n drieën bij elkaar kunnen komen. Driessen Autolease, BMW Vlaarhoven en PSV. En eigenlijk op de brainport manier kijken of we samen een co-creatie kunnen maken
En daar is dit uitgekomen. Ja. Dus samen met Dries Autolies en BMW van Laarhoven en PSV hebben we vanaf komend seizoen 4 jaar lang een mooi nieuw partnership. Ja. Ja, mooi. En wat merk je van een commerciële aantrekkingskracht in het tijdperk juist onder Smit? Is dat meer dat je iets van de Duitse markt krijgt? Of was dat echt pure toeval? Echt Eindhovens? Nou, dit was echt Eindhovens. Wat we wel merken is inderdaad de aandacht vanuit Duitsland. We hebben ook een projectgroep Duitsland. En elke woensdag hebben we daar een meeting over, terwijl ik vanmiddag ook. Waar we inderdaad kijken naar alle aandacht die we op dit moment vanuit Duitsland krijgen. Vanuit de Duitse media, ook vanuit Duitse bedrijven. Ja. Dus je merkt absoluut wel, en het ligt niet alleen aan Roken, maar ook aan de spelers die eromheen hangen natuurlijk. Maar ook het hele team. Kijk, voetbal staat op 1, 2 en 3, zoals Toon elke dag ons tussen de oren brengt. En als het met voetbal goed gaat en de uitstraling is goed en de sfeer is goed, ja, dat maakt mijn job en mijn team zijn job ook al wel iets makkelijker. Ja. Ja, fijn. Ja, PSV heeft dus een soort van een nieuwe autopartner. De spelers en de staf zullen in Eindhovense straten te zien zijn in een nieuwe BMW. Maar er zijn ondanks corona toch ook nog heel veel nieuwe contracten bijgekomen en verlengd. Ja, ondanks corona toch heel wat mooie successen bewerkgesteld uiteindelijk. Was dat moeilijk om dat voor elkaar te krijgen in deze periode? Ja, natuurlijk is het moeilijk. Alleen gelukkig hebben de bedrijven waarmee wij deze nieuwe samenwerking hebben afgesloten wel gezien dat er ook nog een toekomst is na corona. En dat iedereen het ook wel positief in zit. En PSV is natuurlijk nog steeds PSV. En, dus wat dat betreft is het niet moeilijker. Alleen, kijk, dit zijn natuurlijk allemaal partnerships, Puma, Swinkels, Toto, Indri, die je niet even in een week regelt. Dus die liepen al heel lang, die trajecten. Ja, toen kwam corona. En dan moet je natuurlijk wel even altijd opletten van oké, kunnen we nog door op de strategie die we gezamenlijk zijn ingegaan? Ja. Ja, dan is het wel heel gaaf om te zien dat we toch met z'n allen, het is niet alleen ik, het is het hele team, de directie, de raad van commissarissen en ook al deze partners, dat het toch lukt in deze tijd. Ja. En dat geeft ook alweer heel veel vertrouwen naar het komend seizoen toe. Want het wordt alleen maar beter, toch? Ja. Ja, en het onmiddellijke ingang, een nieuwe maatschappelijke partner van PSV, de Vriendenloterij. Wat houdt dat praktisch in? Nou, de Vriendenloterij is al langer een partner, sowieso ook van de Eredivisie, maar ook van PSV. En vanaf dit seizoen, of vanaf nu, gaan de opbrengsten die mensen, de loten die gekocht kunnen worden, namens PSV, gaat de opbrengst naar de foundation, de PSV Foundation. En daar zijn we heel blij mee, want het is serieus geld. Hè. Je praat echt over afgelopen jaren 4 ton plus. Wat we dan aan de foundation kunnen geven. En die kunnen daarmee weer de enorme gave en goede projecten doen wat ze al jaren doen. Dat is echt cruciaal, want er zitten echt heel veel mensen. En je hebt ook met PSV We Stand Together, het platform wat we hebben opgericht toen corona eigenlijk net uitbrak in deze regio. Ja, dan zie je toch wat PSV nog meer is dan een voetbalclub. En daar speelt onze foundation een enorm belangrijke rol. Ja. Dus dat, ja, zeer welkom, daar zijn we heel blij mee. Ja, en je zit niet stil. Zeker niet. Nee. Stilstaan is achteruit gaan. Ja, hè? Dus, zeker. Ja. Toon, PSV met de Brainport-constructie. En wat is de impact daarvan tot nu toe geweest? Nou, de impact, als je dat gaat bekijken, is van de reactie van die bedrijven, is gewoon wereldwijd. Het is een uniek concept waar echt de hele wereld ons belt en Frans belt en vraagt van hoe krijg je dat voor elkaar? Al dat soort bedrijven die niet eens met hun naam echt op de borst staan, die toch alles doen. En Frans noemt het net al eventjes. In slechte tijden ga je dan ook kijken met elkaar in moeilijke tijden hoe het gaat oplossen. Ja, dan komt zo'n project als We Stand Together, waar we eigenlijk de hele gemeenschap van Eindhoven en omgeving helpen. En ook onderling met bedrijven. En als je dan ziet wat er dan loskomt, dan zie je dat het echte brainport denken, zo moet ik het gaan beschrijven, echt werkt. Mooi woord voor de nieuwe vandalen, het brainport denken. Dus ja, die worden per dag bedacht. Dus maar als je dat ziet, en dat krijgen we ook terug van die bedrijven, dat ja, een man als Peter Wenneken, ik word wereldwijd gewoon gebeld over nu zijn we PSV en hoe is het allemaal georganiseerd daar. En ook heel veel andere clubs die dat willen weten. Dus ik denk dat wij onze handen mogen dichtknijpen met dit concept. Ja, zeker. En daar gaan we zo zeker op proosten. Maar eerst, voor de vrouwen was het een bijzonder jaar. In maart
Helaas werd de competitie stopgezet terwijl ze trotse koploper waren. Maar inmiddels zijn ze weer aan het voetballen en hebben ze een debuut gemaakt in de Champions League. En daar is dan wel Joelle Smits. Twee hat-tricks in één wedstrijd. En in de slotfase krijgt PSV loon naar werken. Janu Levels speelde een dijk van een wedstrijd op de linksbackpositie. Zij stuurt Joelle Smits weg. En die mag alleen op de goalie af van Barcelona. Paños is dat. En Smits met de eerste treffer voor PSV in de Champions League. Yes, dat is een hele mooie treffer. Is dat meteen ook jouw belangrijkste treffer uit 2020, de goal tegen Barcelona? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, het was mijn Champions League debuut ook. Voor PSV Vrouwen was het ook een Champions League debuut. En als je dan mag scoren, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja. En tegen Barcelona? En tegen Barcelona, ja, gewoon een topclub uit Europa. Waar we allemaal van dromen om daar ooit tegen te spelen of misschien wel bij te spelen. Dus dat is wel extra... Ja, ik geef me wel een extra goed gevoel dat ik daarvoor heb kunnen scoren. En hier gaat hij ook nog even, gewoon in Barcelona. Ja, ook in Barcelona, ja, weten we toch nog te scoren. Ja, zeker. Ja. Nou ja, we zien het, je maakt ze heel gemakkelijk. En je hebt namelijk afgelopen seizoen namelijk al 22 officiële goals gemaakt in één seizoen. Een clubrecord en je staat nu op 16 goals. Ga jij dat clubrecord gewoon verbreken? Het is wel mijn doel, ja. Ja? Ja, zeker, ja, tuurlijk. Ik wil altijd wel mijn grenzen verleggen, zoveel mogelijk doelpunten maken en... Ja, ik heb voor mezelf wel een doel dat hoger is dan vorig jaar, ja. Ja, als je kijkt naar dit seizoen, wat zijn dan jouw persoonlijke doelstellingen? Ik wil wel prijzen pakken, dat zeker, ja. Sowieso willen we dat met PSV, maar ik wil wel voor 3 prijzen spelen en een prijs pakken voordat ik wegga bij PSV. Hoe voelt dat als je terugkijkt op vorig jaar? Ben je extra gebrand om een prijs te pakken? Jullie stonden vorig jaar bovenaan. Mm-hmm. Ja, ik ben wel extra gebrand. Iedereen bij PSV is extra gebrand. Ik persoonlijk ook. Helemaal omdat ik natuurlijk vertrek volgend jaar. Maar vorig jaar hebben we gewoon een heel goed seizoen gedraaid. Gelukkig wel eerste geëindigd. En hebben we gewoon een Champions League ticket binnengehaald. Maar dit jaar wil ik wel echt met een prijs eindigen, ja. Ja, je zegt ik vertrek volgend jaar. Dat is misschien voor sommige mensen... Nou ja, het is bijna onmogelijk dat je het niet gehoord hebt. Maar jij gaat naar Wolfsburg. En jij hebt de eerste betaalde transfer van PSV ooit in de historie. Weer een eentje voor in de geschiedenisboeken. Ja, jij gaat in de geschiedenisboeken hier bij PSV. Hè? Hoe is dat? Nee, het is natuurlijk alleen maar mooi. Dat je dat gewoon achter je naam hebt staan en... dat ik dat op deze leeftijd al voor elkaar heb kunnen krijgen. En ik hoop dat gewoon veel meer meiden uiteindelijk zo'n transfer kunnen maken. Kun je ons eens meenemen hoe dat gaat, zo'n transfer naar Wolfsburg? Nou, ik werd gebeld door mijn management. En die zei, ja, er is een club voor je. En toen was ik toch wel heel nieuwsgierig, ondanks dat ik niet bij PSV weg wilde op dit moment. En toen kwamen een beetje de gesprekken daaruit ook samen met PSV. En uiteindelijk is dit eruit gekomen. Ja, en was Wolfsburg ook een club waar je van droomde als jong meisje? Ja, eerlijk gezegd wel. Wolfsburg hoort gewoon bij de topclubs van Europa. En ze doen het heel goed, spelen veel Champions League, winnen prijzen. Dus voor mij is het al een droom die uitkomt. Dus als we dan even... Kijk, jij bent een absolute winnaar, maar hoe gebrand ben je dan... als je weet dat je dit seizoen bij PSV weggaat, om dan nog die prijzen te pakken? Ja, ik ben wel extra gebrand, ja. Ja, ik wil echt... We spelen voor 3 prijzen en ik wil ze het liefst alle 3 pakken. Mooi. Dus toch nog even terugkijken naar dat elftal nu. Jullie hebben een vrij internationaal elftal. Ja. Zijn jullie ook in staat om met dit team de prijs te pakken, denk je? Ja, zeker. Ik vind dat we echt een hele mooie en goede selectie hebben. Best veel nieuwe speelsters ten opzichte van vorig jaar. Maar ik vind dat we afgelopen half jaar al hele grote stappen hebben gemaakt. En er zit heel veel energie in het team. Met de komst van de nieuwe trainer, zeg maar, die net voor de winterstop kwam, kregen we allemaal eigenlijk wel een extra boost. En ik denk dat iedereen dat zeker weer meeneemt en we allemaal voor de prijzen zullen gaan. Ja. Mooi. Nou, Joelle, blijf geschiedenis schrijven voor PSV in ieder geval dit jaar en natuurlijk ook in de toekomst. Heel veel succes. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Maddy, wij gaan terug naar jou. Ja, dankjewel, Lennart. De PSV-vrouwen zijn gigantisch succesvol, Frans, ook op commercieel gebied. Kijk even mee en kun je dit toelichten voor me.
Wat wil je dat ik toelicht? Alles? Nou ja, geef even, schets even achtergronden. Wat betekent dit? Kijk, het gaat gewoon hartstikke goed met het vrouwenvoetbal in Nederland. Met de Leeuwinnen, maar ook nu met de Eredivisie. Op ESPN worden wedstrijden uitgezonden. De samenvattingen bij de NOS. Mm-hmm. Dus je merkt gewoon dat het vrouwenvoetbal nu de aandacht krijgt die het eigenlijk al veel langer verdient. En daarmee kun je als commercieel directeur en met je commerciële team kun je daarop meeliften. Ja. Het is makkelijk gezegd, maar uiteindelijk, ja, dat zie je ook bij ons met Indri als rugsponsor, met Toto als partner van de vrouwen, Maximondo, een online platform, wat ook heeft aangesloten bij de PSV vrouwen. Het gaat nu wel makkelijker, hè? Ja. Waar het jaren geleden echt nog wel moeilijker was. Maar je ziet gewoon, dit is een enorm groeiende professionele sport. Met hele professionele begeleiding en professionele dames. Ja, en dat maakt het ook interessanter, ook voor sponsoren. Want je kunt ook echt hele mooie activaties gaan doen met het team. Ja. Nou ja, hoe anders is die markt dan ten opzichte van het mannenvoetbal? Commercieel bedoel je dus, hè? Ja, het is wel anders omdat het, en dat bedoel ik niet verkeerd, maar ze zijn, moet ik uitkijken wat ik zeg, maar makkelijker aanraakbaar. Snap je? Dus je kunt er dichterbij komen ook als sponsor en je kunt ze meer inzetten. En dat wil niet zeggen dat dan ten koste gaat van de kwaliteit, want dat houdt natuurlijk de trainer en het management eromheen heel goed in de gaten. Maar ze beseffen ook wel heel goed dat we echt nog een heel veel stappen te nemen hebben naar het niveau waar we met z'n allen naartoe willen. Het is echt een gemeenschappelijke doel wat je hebt, van we willen het vrouwenvoetbal, en zeker PSV-vrouwen willen we echt gaan stijgen, ook commercieel. Want dan zijn er ook meer mogelijkheden. Ja. En wij willen gewoon echt nog stijgen, Europees. We willen kampioen worden en we willen gewoon echt bij die top gaan horen. Ja. Het biedt nogal een hele mooie toekomst, een mooi perspectief voor de vrouwen, voor jouw commercieel gebied wellicht ook. Maar ik ga heel gauw staan, want we gaan proosten. Volgens mij zijn hier wat dorstige mannen en vrouwen om me heen. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor deze nieuwjaarsshow. Ja, stoot je hoofd niet. Dankjewel allemaal. Wij proosten op het nieuwe jaar en hopelijk ook weer voetbal in de stadions. Bedankt voor het kijken en kijk hierna naar ESPN Vandaag. Dankjewel, proost! Proost. Klink.